Business Club Foundation maakt kwetsbaren kansrijk op de arbeidsmarkt. We doen dat met professionele training en individuele coaching. En we hebben inmiddels zo'n 3000 jongeren en nieuwe Nederlanders begeleid naar baan, opleiding of eigen bedrijf. Deze aanpak is in 2019 door de ILO bestempeld tot wereldwijde best practice. Trainingen die gaan over persoonlijke ontwikkeling, dus waarin de members zich eigenlijk binnen zichzelf gaan kijken naar wat drijft mij, wat vind ik leuk. Maar ook de één-op-één gesprekken vind ik heel belangrijk, want dan kan ik iets meer de diepte ingaan om te kijken naar niet alleen maar de omstandigheden, maar echt naar de mens zelf, naar de belemmerende overtuigingen bijvoorbeeld, waardoor iemand vastloopt. In het begin, voordat ik eigenlijk hier kwam, wat weinig mensen weten, is dat ik best wel onzeker was. Ik was mezelf in karakter eigenlijk helemaal verloren. Omdat wij vooral ons richten op dat persoonlijke contact met de member. Vooral het clubgevoel meegeven. Dat stukje van dat iedereen gelijkwaardig is, dat je hier welkom bent, dat we één grote community zijn waar je ook van elkaar mag leren. Ik had op dat moment geen huis. Ik stond op straat met twee kinderen. Ik ben 7 jaar mishandeld geweest. Mijn kinderen zijn ook mishandeld geweest en ja, dat brengt je toch wel in een overlevingsmodus. Ik ben bij de Business Club terechtgekomen omdat ik in een uitkering zat. En op dat moment was ik ook zwanger, waardoor ik niet kon starten met een opleiding. En zodoende heeft mijn consulent bij de gemeente mij aangemeld bij de Business Club. Naarmate we een aantal trainingen hadden gehad en we elkaar wat beter leerden kennen, ik echt niet de enige was die in zo'n situatie zat als ik. Binnen ons trainingsprogramma, dat is een intensief programma van 2 jaar, waarin we eigenlijk vooral in de eerste half jaar elke week 3 dagen trainingen hebben. Business Club heeft mij heel erg geholpen en de tools die ik daar heb meegekregen, die gebruik ik nu nog steeds. En ik heb ook echt wel geleerd om duidelijke doelen te stellen en hoe ik ze duidelijk formuleer, wat ik heel goed ook kan gebruiken tijdens mijn studie en mijn werk. We hebben op dit moment 1 medewerker hier rondlopen vanuit de Business Club hier in Eindhoven. Die medewerker heeft het super erg naar de zin en ja, wij zijn ook heel erg tevreden over haar. Dus ja, eigenlijk heel tevreden, goede ervaring. Heel veel positieve energie geeft omdat je een hoop contact, nieuwe sociale contacten opbouwt en eraan overhoudt. En sowieso de dingen die je leert en meekrijgt door heel het traject heen, door de trainingen en de coaching. Dat zijn toch wel dingen die je niet alleen direct goed kan gebruiken, maar waar je de rest van je leven eigenlijk ook nog heel veel aan hebt. Ik werk op dit moment in de zorg. Ik werk daar een paar uur per week. Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf, nagelstylisten en professionele waxer. Ja, dat we heel erg tevreden zijn over de ervaringen die we hebben met de Business Club. Het contact is heel prettig. Ze nemen ook snel contact met je op en op die manier kan je natuurlijk ook snel schakelen. Van schoonmaker tot fit for free klantenservice tot nu werken in de zorg en een eigen bedrijf hebben, heb ik mezelf toch weten te vinden. Nu sta ik hier dit filmpje zo op te nemen en loopt alles gewoon lekker en heb ik zeker niks te klagen.